Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag de Stadsderby tegen Excelsior op Woudestein. En we spelen met B-elftal vandaag voor het eerst dit seizoen. Want hiernaast staat de eerste Champions League wedstrijd tegen Porto op het programma. Dus vandaar even mijn B-elftal. Kunnen we die ook mooi even proberen. Maar goed, wat heet B-elftal? Dus je ziet wat voor namen erin staan. Dat is toch even een heel verschil met vorig jaar. We beginnen gewoon even van achterin. Vermeer staat wel op doel, want Drommel die is geblesseerd. Dus vandaar. Hé, hey, scheids was op de bal, joh. En rechtsachter Troepé, centraal Bottekin en Mulder. Links Leuwe. Dan centraal op het middenveld Vilena samen met Ndidi. Fosu Mensah zit zelfs nog op de bank. Dan hebben we op 10 Ødegaard, hier op links Lozano. Op rechts Victor. Oh nee, Victor. Ik weet niet eens hoe die van zijn voornaam heet. Maar Andrade in ieder geval. En Lozano doet een heel mooi trucje over de zijlijn. En in de spits natuurlijk Moor. Emre Moor. Dus ik ben wel redelijk blij met mijn B-elftal. Nou ja, goed. Nu moet het er nog uit zien te komen. Wedstrijden gaan al wat beter qua spel. Alleen qua doelpunten valt het hier en daar nog wat tegen. Maar goed, misschien kan dat vandaag even veranderen. Helaas gaat mijn eerste kans er niet in. Keeper uit op tegen. Lekker Vilena. Ja, hallo, ik was er al voorbij. Hoe kan dit nou weer, joh? Nou, even een goede voorzet, jongen. Emre Moor, zo, kleine manneke. Kopt hem wel weer even, hoor. Helaas. Keepertje. Goeie corner. Niet echt. Andrade. Nou, een V Andrade. Misschien heet hij wel gewoon Victor, joh. Ja, Lozano, ga daar naar die bal toe, joh. Dat snap je toch zelf ook wel. Ik hoef er niet alles voor te kouwen. Hop, opening over de hele. Man. Goeie bal. Nou, nu dan. Emre. Ja, ja. Emre Moor scoort weer een goal. Zijn tweede. Goed gedaan door Lozano. Mooi paasje hier van Ødegaard. Goed uitgespeeld. 1-0. Dat is lekker. Dat we eens een keer in de eerste helft scoren, zeg maar. Nou, ik weet niet wat Excelsior heeft met die ballen, maar. Oh, kom net niet pasen. Jammer. Lekker Bottekin. Ah, shit. Hij ging de verkeerde kant op. Pak hem nou. Die was al een end op weg. Oh, Leuwe is daar niet op te letten. Oh, Vermeer gelukkig wel. Zo, Haas gaat terug voor de bal. Oh, je hebt je best in zijn loop mee mag geven. Lekker geblokt, jongen. Dan is Excelsior even in de beurt, heb ik het idee. En nu komt de goalkeeper om te dealen met de corner.
Ja, komt het dan voor? Ja, jezus man. Goeie bal op Andrade. Nou, kom op. Brilliant football from this team. It's a good ball. Ah, shit. The last line of defense, but how strong he was. Well, he makes that transition happen quickly. 3 minutes, that's what's going to be played for added time. Lekker Ødegaard. Ja, en dan geef je zo'n pass. Nou, ik krijg een kans heen. Shit. Nou, we staan 1-0 voor. Dat is goed. En dan ga ik niks doen verder. Gaan we lekker verder spelen zo. Teammates who are clearly on the same wavelength. Well, this attack has got a bit of menace to it. A lot of defenders between them and the goal, but they still. Nou, kop, goede voorzet nu. Jammer. Well defensively. Lekker jongens. Bayern Munich come a calling. The deal usually gets done. They make sure of that, and they have done here. It's a statement of intent, isn't it? Around 35 million pounds for this lad. Verkeerde speler hier. De mij zijn. Good credentials. Now Martin Odegaard. Oh, en Didi verprutst het nou weer, jongen. Felipe intercepted well. Kijk, die verprutst het niet. Ah, jammer van die voorzet. Goed bezig, jongens. Nou, Andrade. Hier is Emre Moore. Lozano. Vilena, ja, 2-0. Lekker. Ja. Lekker Vilena. Weer Lozano. Dat is de tweede assist al. Is dat het hij goed? Hij gaat er wel komen. Goeie linksbuiters heb ik nu. Twee stuks maar liefst. Working away to try and find an opening. And the cross is in. Lekker. Oh, kop. Ah! Wissel dan de goede speler, man. Ja. Als ik elke keer spelers krijg die in de tribune zitten als ik spelen wissel, dan schiet het niet echt op natuurlijk. Oh. Je komt in de bal. With the tackle. Was good progress with this attack. Stopped emphatically and just as well. Ah shit. Kan net niet meenemen. Leuwe, geen goede bal, jongen. Passing ball, somebody in the crowd maybe. Still 20 minutes to go. Mulder is goed. Lerber. Nu wel een goede bal. Lozano. Working hard just to see. Komt er niet langs. We gaan eens even wisselen, jongens. Mensen zijn moe. Kijk, Ødegaard is moe. Komt Fosie Mensen er maar even in, denk ik. Doe dat zo. Lozano is moe. Toch jij er maar in. En
Tolberg kan ook nog wel even spelen. Een kwartiertje. Iets langer misschien. Ligt eraan wanneer die bal uitgaat. Lekker Mulder, jongen. Hier wordt goed gevoetbald. Ja, oh, Britt ziet weer. In het begin van de wedstrijd ging het goed met zijn 2 assists. Maar nu is hij een beetje moe en pakt er geen pepernoot meer van. Is maar goed ook, want Sinterklaas net geweest. Ha. Nou, Botkin, met je snelheid, jongen. Het gaat goed. Filena, jammer jongen. Maar werd hij nog even ondersteboven getrapt ook. Goeie kopbal. Ah, jammer. Fozu Mensah, dat een verbinnenkomertje geweest. Nou, Dolberg in de ruimte. Vindt Filena alle vrijheid van de hele wereld en die kopt hem erin hoor. Filenaatje, ja. En dat is dan toch wel weer een verschil met vorig jaar, dat je nu gewoon zo'n speler in je B-elftal hebt zitten. Twee goals gemaakt. En dan hebben we 3-0. Dolberg in assist. Zo komen we weer lekker. Trainen we niet voor niks. Ook voorzet te geven. Nou, werpt die zijn vrucht af. Oh, Vermeer, lekker jongen. Lekker. Nou. Nou, er zit helemaal niemand van mij voorin. Helena krijgt die bal net niet te pakken. With some danger to the opposition now they're here. It's going to be a free kick. Waarom dan? He's had a good game. Nou. Lerber. Hakje. Kijk, ruimte voor Andrade. Wat gaat hij doen? Filena. Ah, net iets derde. Dat is jammer. Maar goed, toch 3-0 gewonnen. Redelijk lekkere wedstrijd volgens mij. Eindelijk weer eens een paar goals gemaakt. Nou, gaan we eens even kijken. Man of the match. Dat zal Filena zijn. Met een 9,5. Dolberg een 8,5. Andrade, goede wedstrijd gespeeld. Leuven, goede wedstrijd. Mulder, een goede wedstrijd met zijn onderscheppingen. Lozano natuurlijk, een 9,2 met 2 assists. En Moore een 8,8. Nou, jongens, ik ben hartstikke tevreden met mijn B-elftal. Wat jullie? Nou, eens even kijken. Ajax. Sowieso jammer, maar ook gezien de stand. En wij mogen bijna tegen Porto. Eens kijken wat voor messages we hebben. Ik kon trouwens bondscoach worden van Zwitserland. Ik sta te springen. Disappointed not to start. Goh, wat raar. Als je ziet wat voor middenvelders we hebben. En wat jij vorig jaar gepresteerd hebt. Het is ook wel heel raar dat je niet hebt gespeeld. Maar goed. Zelfkritiek is hem blijkbaar wereldvreemd. Nou, wat hebben we verder nog te melden? Volgens mij niet zoveel. We kunnen nog trainen. En Villalba weer eens trainen. Kijken of we die 81 kunnen maken. Wat is er nog meer? Shooting. Ja, die dan nog maar. Wat kunnen we hier nog meer laten doen? Iets met passen. Ja, die perfect delivery. Ik vind het goed. Update. Simulate all. Ja, dat balkje dat gaat me niet vooruit.
Met meneer Vilena. Nou goed. Komt misschien nog wel. Nou, dat was het voor deze aflevering. Hopelijk tot de volgende keer. Later.